Blikjes, zakjes en zelfs nog vuurwerkresten. Zaterdag werd het gevonden tijdens de World Cleanup Day. In 160 landen over de hele wereld gingen mensen naar buiten om zwerfafval op te ruimen. Ook ons land deed mee en daarin was onze regio goed vertegenwoordigd. In Westland wil het cleanup team een jaar lang samen met zoveel mogelijk Westlanders 1 miljoen blikjes en plastic flesjes verzamelen. En in Maassluis is er zelfs al een tijdje een speciale aanhangwagen beschikbaar van de gemeente. De zogeheten schoonaanhanger. En dit is hem dan. De schoonaanhanger. Kijk. De wagen is gevuld met attributen die helpen bij een grote schoonmaak. Iedereen die zijn handjes wil laten wapperen, kan hem lenen. Je kan op onze website een aanvraagformulier invullen. Of je kan rechtstreeks contact opnemen met het stadsbedrijf 414010. En dan kunnen we afspraken maken, het liefst wel van tevoren, dat we weten wat voor actie het wordt, dat we ook gericht kunnen inzetten als gemeente daarop. De actie van zaterdag is een initiatief van de buurtpreventie. Ja, ik loop met mijn collega vaak 's avonds een rondje. En dan denken we van, goh, wat ligt er voor een vuil? Zullen we het oprapen? Maar ja, dan lopen we met een hele zak iedere avond onder onze armen. Vinden we niet zo'n goed idee. Dus nu was deze dag een perfecte dag ervoor. Voordat de actie gaat beginnen, krijgen de vrijwilligers instructies. Jong en oud doet aan de actie mee. Knijpen, vasthouden. Juist. Top. Later blijkt dat ze het niet voor niks doen. Ik heb momenteel veel plastic, een blikje, een flesje met inhoud en een stukje stof. Ik weet niet wat dat is, maar voor de rest tot nu toe nog niet veel anders. Ook kwamen ze sigarettenfilters en restjes vuurwerk tegen. De Vogelbuurt, de Molenwijk en de Drevenbuurt zien er weer een stuk frisser uit. Nu maar hopen dat het zo blijft.